Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en je kunt het zien, ik ben hier samen met Michael en nou Michael, ik moet je eerst even bedanken. Ja, ik weet eigenlijk niet, we hebben ze nog niet alle vier uitgezonden, nu ik dit opneem hebben we er twee uitgezonden, maar in ieder geval dat je even wat vlogs hebt, materiaal hebt gemaakt, zodat we daar nog wat beeldmateriaal kunnen maken, dus dankjewel. Normaal zeg ik hartstikke even high five, maar we moeten afstand houden in het kader van corona. Wanneer kunnen we de volgende van jou solo verwachten, of misschien met een collega van het team? Ja, dat weet ik niet, ik ga kijken wanneer jij mij weer nodig hebt, wanneer je weer zo'n beelden nodig hebt. Ik kan zeggen dat we het één keer normaal doen zo. Ja, ja, ik kan natuurlijk gewoon altijd de camera's meenemen en dan gaan we kijken of we misschien eens een keer daar een itempje van kunnen gaan maken in de aankomende tijden. Nou, dat, we blijven je volgen, maar om het weer allemaal een beetje compleet te maken, draai ik vandaag even een dienstje mee met jou en de collega's hier in Utrecht-Zuid natuurlijk. Zijn er nog bijzonderheden? Wat gaan we doen? We gaan lekker op de noodhulpauto, dus we gaan meldingen rijden en ja, we hadden eigenlijk geen bijzonderheden. Het was de laatste 24 uur aardig rustig geweest, dus ik ben benieuwd wat de dienst gaat brengen. Dat gisteren wel een gestolen auto, hoor. Ja, gisteren een gestolen auto, maar die was ook wel makkelijk, moet ik zeggen, hoor. Met track and trace, erachteraan rijden, toch? Ja, nou ja, met deze woorden in de briefing net, dus dat was wel, ja, dat was wel gaaf natuurlijk. En, ik zie dat je een mooie lampje hebt. Ja, ik heb een kerstcadeautje van jou gekregen. Ik heb mijn eigen lampje gekregen, dus nu kunnen jullie, als ik dan weer een keer alleen ben, zal ik wat meer licht aanzetten, waardoor jullie me wel gaan zien. Ja, dus, want ik hoorde inderdaad dat, we zagen ook veel reacties van, joh, het is heel donker en je moet je lampje aan doen. Nou, volgens mij had je ook binnen steeds het lampje ook aan. Alleen, we hadden wat oudere bodycams ook nog, die gewoon in donker minder zijn. Dus we hebben nu het lampje allebei en we zijn bezig nieuw materiaal aan het regelen. Dus in de toekomst hoop ik dat het beter gaat. Maar voor nu gaan we op pad, dienst rijden, naar buiten. Yes, let's go. Ja, ik kom er. Lekker stoppen. Politie. Hoi, u was de melder van die vechtpartij van ruzie op straat, hè? Oké, ze zijn samen op de fiets. Zij is uiteindelijk helemaal achterop gesprongen. Ja, wij zijn direct via de Rijnlaan gekomen, hebben we ook niks gezien. Maar we gaan even kijken of mogelijk dat we de gegevens kunnen achterhalen. Dus ik laat het jullie weten. Lega, dan gaan we even kijken. Hallo, goedendag. Is uw dochter thuis? Ja. Mag ik even spreken? Durf je te komen? Dat mag. Heeft er verder niemand coronaklachten of kenmerken? Nee, we hebben geen corona. Oké, ik moet altijd vragen. Hè? Dan kom maar. Ja? We zitten inmiddels weer in het voertuig. We kregen namelijk een spoedmelding, oftewel een ouderwetse Prio 1 melding. Er zou namelijk gevochten worden. Een oudere meneer en een wat jongere mevrouw. Het was gezien door meerdere getuigen. Dus ze waren met meerdere eenheden onderweg en waren ook van de andere kant even aangereden richting de locatie. Toen hoorden we eigenlijk al ook van de getuigen dat ze zojuist waren weggefietst. Op de fiets wil ik zeggen, maar ja, dat is logisch, je wegfietst natuurlijk. Ja. Met wat zoek- en speurwerk konden we de gegevens van de betrokkenen achterhalen. Het bleek te gaan om een vader en een dochter. En daar zijn we uiteindelijk mee in gesprek gegaan. Het verhaal blijkt dat dochter was een beetje aan het spijbelen of wat overtrad wat schoolregels. De school had daarop gebeld. Vader die kwam dochter halen. Nou, dat werd dus een ruzie. De dochter wilde dan niet mee met vader. Vader heeft eerst beet gepakt. Nou, toen wilde dochter weer niet meewerken. Nou ja, toen is het toch fysiek over en weer wat gebeurd. Of namelijk vanuit de kant van vader, zoals we nu vanuit de getuigen moeten opmaken. Uiteindelijk ontkent vader het ook. En ook dochter is ook niet echt heel duidelijk over en wilde verder ook niks mee. Ja, we hebben wel getuigen die zeggen, nou, er is toch wel wat meer gebeurd dan alleen maar even fysiek beetpakken. Maar in dit geval is het strafrechtelijk heel lastig en heel mager om daar echt wat op door te pakken. Dus in dit geval kiezen we meer ook voor de hulpverlening, om het zo maar te noemen. Dus we gaan veilig thuis melding opmaken, zoals het heet. Zodat die contact op kunnen nemen met de familie en om te kijken en te monitoren en vast te leggen of het in de toekomst niet vaak gaat gebeuren en of er echt daadwerkelijk bepaalde hulp nodig is. Zeg ik goed zo? Ja, was een mond vol. Was mond vol en ik moet zeggen, een mondkapje, jongen. Pff. Maar goed, het is even niet anders. We krijgen een melding binnen dat een bewoner van een pand waar ingebroken is afgelopen maand, twee personen ziet lopen.
die de inbraak zouden hebben gepleegd destijds. Want die herkent hij van beelden. Dus we gaan even kijken of we die personen kunnen treffen hier. Mijn collega ziet twee heen lopen. Heeft hij wel een schouder van een nektasje bij? Ja, we zijn daar nu. Grijze muts, zwarte jas, witte broek. Grijze muts. Wat zei je? We gingen net voor de gasten zien naar binnen. Ja. En toen gingen tussen erop, toen gingen ze mee. Maar zij kan even niet zo doen. Oké, nou we gaan nog even zoeken in de omgeving. Ja, als je weet zo terugkomt, moet je me even vragen. Ja, joh, je kan overal hier naartoe. Ja, ik had nog een aanvraag gedaan. Wat is juist die melding? Ik noem het even verdachte situatie. Dan wel herkenning op twee verdachten die eerder bij een woninginbraak waren gezien. Ja, ze zijn in de omgeving uitgekeken. Die jongens hier niet aangetroffen. Dus het houdt even op. En zoals je kunt horen, meldt Michael hem ook net af bij de meldkamer. Ik kreeg namelijk, ik had de getuige nog even aan de lijn. Die gaf nog wat meer aanvullende elementen. Die heeft ook camerabeelden, dus die gaat ze ook veiligstellen. Alleen de motorrijder hier, die zag twee personen hier een pand ingaan. Dus we hebben een klein zoekje toch gedaan in het pand. Alleen het pand zelf is, als je eenmaal binnen bent, een doolhof. En je kunt letterlijk alle kanten op. Dus we hebben ze helaas niet meer aangetroffen. Status 1 geven de meldkamer en we zijn weer beschikbaar. We gaan dit allemaal vastleggen in onze systemen. Als ze zo de straat in komen rijden, ziet hij ons dan gelijk? Dat zou best wel kunnen. Ik weet niet welke kant jullie komen. Ja, hij is nog steeds in die auto en ben hier net aan het kijken. Op het parkeerplaats. Waar staat hij exact precies? Voor nummer 7? Daar zie ik het, zie ik ons. Hij loopt nu richting het bruggetje. Ja, hij gaat richting het parkje. Goedenavond, meneer. Meneer? Goedenavond. Hallo. Niet schrikken hoor. Ja. Gaat alles goed nu? Gaat goed, ja. Ja? Mag u wat vragen? Ja. Er waren er wat bewoners die zeiden dat u wat lang in de straat stond. Ja, dat u wat bij wat u bij auto's en misschien ja, wonen. Ja, oké. Okay. Hij is niet thuis gegaan. Nee, die was niet thuis. Hij ging daar wachten. Oké. Okay. Ja, hij was niet thuis deze jaar. Ja, hij is ook niet verboden natuurlijk. Nee, maar stond er even een half uur toch wel, dat klopt. Ja, die moet even gevraagd worden voor de uitzendering. Nou, we zijn helemaal blij met deze vermelding, dus dank u wel voor de alertheid en ook nog even aan de lijn blijven. Wij gaan het hier even afronden en dank u wel weer voor uw belletje. We hebben zojuist die melding gehad van een verdachte situatie. Zou een meneer mogelijk bij auto's en woningen kijken, zeker in het gebied waar veel wordt ingebroken. In de voertuigen waren de bewoners heel scherp. Zoals jullie op de beelden hebben kunnen zien, hebben we de melding nog even aan de lijn gehouden. Die zichtte en eigenlijk live verslag deed wat die meneer deed. Konden we ondertussen snel aanrijden. En uiteindelijk hebben we op de hoek nog even een paar minuten gewacht, zodat we een beetje in kaart kunnen brengen. Met hulp van de melder in dit geval van wat die meneer nou aan het doen is. Uiteindelijk gecontroleerd. En uiteindelijk bleek het allemaal wel mee te vallen. Het was een meneer die door zijn gedrag een beetje opviel, maar dat er verder niks aan de hand is. Inmiddels hebben we nog een andere melding gehad. We zijn eigenlijk iets verder verplaatst. We staan bij de, hoe heet dit ook alweer? Waterlinieweg. De Waterlinieweg, want er is ergens in het gebied, ik weet niet exact waar, volgens mij in het centrum, iets met een ongeluk gebeurd. De traumaheli is erbij, de ambulance is er nu en die moet de begeleiding hebben. En wij gaan mogelijk een weg afsluiten of zo. Dus we gaan even hier wachten tot de meldkamer, en Michael luistert ondertussen mee, onze taak daarin verder gaat worden. Kleiding Vredenburg zijn we voorbij.
41-10 en 41-10 over. Op korte ronde zijn we de 81. Hij heeft persoonlijk zonder zonder en ja, hij heeft helemaal niks bij zich. Dus, nee, mee. Wij hebben een meldingje gehad van een meneer die zonder vervoersbewijs aan het rondrijden was in de tram. Die had ook helemaal verder niks bij zich qua identiteitsbewijs. Dus de collega's van de tram die vroegen ons even om ter plaatse te komen om zijn gegevens te controleren, want dat kunnen hun niet. Dus dat hebben we gedaan. Nou, er staat een foto van deze meneer bij ons in het systeem, dus zo konden we weten dat het deze meneer was. Ja, die gaat begrijpen dan. Mij niet bekend slachtoffer. Ja, dat klinkt denk ik hoor. Je rijdt mee richting 5-4 dan over? Ja, ga ik doen. Ik heb wat rijden bij de hoofdmeting. Ja, nou ja, kijk in ieder geval eventjes uit. Nu kijk op het westen en iets bij Boerderzicht. Ik heb zojuist een melding binnen dat ondertussen wordt er ook wat meldingen aangevuld. Er zou in ieder geval een illegale deal zijn geweest met lachgas, zo noem ik het maar eventjes. Maar de bezorger of de dealer is bedreigd met een mes en een pistool. En die hebben nu ook zijn voertuig en de lachgasflessen gejat. En we zijn met meerdere eenheden aanrijdend. Er zijn ook collega's die gaan nu te plaatsen. En wij zijn in ieder geval in de ring eromheen, wachten in op meerdere info. En alvast aan het uitkijken naar het voertuig. En ondertussen loopt het scherm helemaal vol met extra gegevens. Dus even kijken hoe dit verder gaat verlopen. We zijn inmiddels even een tijdje aan het rondrijden in de wijk en er is al meer info bekend. Ja, we zoeken ook weer naar de Michael. Wat vind je van deze melding? Ik vind het een zeer bijzondere melding. Ja, dat zeg je wel netjes inderdaad. Ja, want de collega's zijn nu inderdaad in gesprek met de aangever en het slachtoffer. En er zijn inmiddels heel veel nuances. Er is toch geen vuurwapen gezien. Dus dat hij dacht, ja, zit met zijn handen in zakken, dus is mogelijk vuurwapen. Hij wist eerst het kenteken niet. Nou, nu weet hij het kenteken weer wel. Komt hij met een pasje omhoog zetten? Komt weer met een pasje om het kenteken bewijs. Nou, het kan zijn natuurlijk helemaal in stress of zoiets. Maar hij zei ook in eerste instantie van, kijk in je telefoon wie je het laatst gebeld hebt, want daar staan je klanten in. En zegt hij, ik heb mijn telefoon niet, maar daar had hij wel eerder bij 112 gebeld. Dus het is een beetje een warrig verhaal. Dus we hebben een beetje onze twijfels bij deze melding. In ieder geval het kenteken van het mogelijk gestolen voertuig is wel bekend. Die staat nu overal in de APR en alle collega's zoeken naar dit voertuig. Maar ondertussen gaan we ook langzamerhand weer door met de dienst. En de collega's daar nemen de aangifte verder op. Mag ik het stopteken niet? Nee. Dat blijft. Heeft u een legitimatiebewijs bij u? Ik heb een zakje gezet in huis. Oké, iets anders met uw naam erop? Nee, ik heb helemaal niks bij me. Oké. Ik ben straks van werk gegaan, ging over naar de winkel. Ja. Gaat niet zo lekker dan, hè? Fiets wordt rood, heeft geen verlichting, geen ID-kaart bij u. Ja, excuses. Maar ik dacht het rood. Ik dacht, het was nog net oranje en ik ging zo'n handen in mijn hand in mijn zak zaten in de scout. En ik dacht, kan het nog wel redden. Wow. Hij was wel aardig lang groen bij ons hoor. Wij gaan naar het bureau. Oké, okay, dankjewel. Rustig aan, fijne avond. Oké, okay, graag gedaan. Goedemiddag meneer. Hallo, heeft u rijden even? Ik wilde vragen of u de motor op wil zetten, maar heeft u al gedaan. Waarom reed u het rood? Nou, je viel me op omdat je keerde. Ik denk, waarom keert hij daar? En dan zie ik dat je vol de rood gaat. En dan denk ik, waarom doet hij dat nou? Je bent niet dan door de verplicht, maar wil je een verklaring afleggen dat je door rood reed? Oké, okay, nou, ondanks dit, fijne avond. Oké, okay, hoi hoi. Goedenavond. Hallo. Wij controleren nog even uw kenteken. Ik ben wel bekend voor. Ja, dat kan. Jan Willem, goeiedag meneer.
Goedendag. Goedendag. Bent u de tram? Bent u de eigenaar van de auto? Nee. Ah. U heeft nog een rijbewijs? Ja. Oké. Okay. Bent u de eigenaar van de auto? Nee, ik ben ook niet de eigenaar. Ah. Maar jij bent de eigenaar van de auto, als dat... Nee, u heeft een andere naam. Dan was het rijbewijs ongeldig verklaard. Dat was even de reden van de controle. Dus dank wel voor de medewerking. Dus ik een fijne avond. Goed. Goedenavond. Hoi. Hoe lang staat u er al? Waar gaat u ook weer verder rijden dan? Ja, het is een bekende overlastlocatie van ons. Dus we zijn een aantal keer langs gereden en dan kijk ik even welke auto's staan er. Nou ja, we zijn nu ongeveer denk ik haast 3 kwartier verder en dezelfde auto's staan nog steeds op de plek. En zoals jullie kunnen zien mag hier maximaal 30 minuutjes staan. Nou ja, dat was dus al lang voorbij, dus dan ga ik naar deze heren toe en dan vraag ik ze om weg te gaan vriendelijk. Doen ze dat niet, dan krijgen ze wel een bekeuring voor artikel 461. Maar ja, dat willen ze niet, dus ze zoeken hun al ergens anders en we rijden zo meteen weer langs. En waarschijnlijk staan ze dan wel weer, dus dan gaan we ze dan weer wegsturen, maar dan is de overlast even voorbij. Goedenavond. Ja, we zijn ter plaatse. Ik wil weten of... Mag ik vragen wat u doen bent? Heeft u iets van de legitimatiefles bij u, meneer? De Utrechtse weg. Laat van de containers. Oh, is het goed. Hallo, ik sta achter u. Melder 06-43. Ja, daar ben ik. Oké, okay, heeft u iets van de legitimatiefles voor mij? Ik wil even weten wie u bent. De man dat hij met de auto wil gekomen. Nou, ik denk dat u met de fiets bent gekomen, of niet? Ja, maar hij denkt dat ik met de auto ben gekomen. Nee, u heeft tegen de auto aangestaan. Dat zegt mijn maatje. Wil ik even? Kijk, daar is hij. Hier. Kijk, pak vast. Wat heb je gebruikt? Ja, is mijn goed ontwijzen. Wat ik heb gebruikt? Ja, wat heb je gebruikt? Heb je gedronken? Heb je drugs gebruikt? Ja. Nee, ik heb een biertje gedronken. Met een biertje gedronken. Ik heb gewoon een junk gedronken. Je bent een beetje ver weg, heb ik het gevoel. Nou, hoezo? Ik kom een beetje traag over. Elke dag toch? Elke dag? Kom je elke dag traag over? Ja. Oké. Maar wat heb ik gedaan eigenlijk? Nou, je hebt die tegen ramen aanstaan te hangen van auto's en weet ik veel wat allemaal. En daar hebben mensen over gebeld, want mensen maken zich zorgen. Zou je, pak je je fiets? Ja. Ga naar je maatje toe? Ja, oké, okay. Geen meldingen meer hè? Gewoon lekker nu naar je maatje toe gaan. Niet ergens meer onderweg stoppen. Nee, man. Oké, okay, man. Rustig aan. Ja. Yo. We zitten inmiddels weer in het voertuig. Nou, Michael, jij hebt vooral deze controle gedaan. Wat was dit voor melding? Dat was een melding dat in ieder geval meneer in de voortuin stond, hè? Met tegen auto's aan te hangen, meer eigenlijk. Ja, in de auto's en bij de voordeur. Mensen waren een beetje angstig. Ja, ja, meneer die was gewoon een beetje ver weg, zou ik maar zeggen. Hij had een junko had hij gerookt en hij had wat biertjes gedronken en hij was lekker in zijn eigen wereldje. Past waar het er verderop moest hij zijn, dan gaat hij naar binnen zodat we vanavond geen last meer van hem hebben. En hij niet in deze kou blijft staan, want het begint al aardig fris te worden en dat zal hij waarschijnlijk niet merken, denk ik. Nee, ik wil het zeggen, want hij was letterlijk echt zo stoned en zich aan en zijn dronken zijn tor. Ja. Maar goed, gaat ze weg weer vervolgen en de bewoners waren toch blij dat de politie even kon kijken, want ze vonden de angstige situatie opgelost. En het is inmiddels 10:30, dus we gaan denk ik langzaam richting Braaf zakken en ik denk dat dit een beetje het einde is, maar je weet, komt er nog wat. Het is inmiddels 10:55, de nachtdienst is inmiddels al binnen en die heeft ons overgenomen. We zijn uitgelogd, dus we zijn klaar voor onze dienst. Ja, het was wel een rustig. We hebben wel een meldingje gehad, meer dan een keer een lekwoord soms krijg, maar... het was wel allemaal gewoon niet vandaag. Zo wat al, want ik krijg wel eens de reactie van, ja Willem, het is toch altijd goed als het rustig is? Ja, tuurlijk, het is goed als het rustig is, als er weinig is gebeurd, dan betekent dat, dat het veilig is, of tenminste zichtbaar veilig is op straat. Alleen... wij als politiegrens willen we natuurlijk ook wel een beetje wat te doen hebben en boeven vangen. Dus het klinkt soms tegenstrijdig, maar je voelt denk je, het is jammer dat het rustig is. Maar het is natuurlijk goed dat het een rustig straatbeeld is. Ja. Dus vandaar dat het soms een beetje misschien raak en klinkt als agenten wel zeggen, het was rustig, het was jammer. Maar eigenlijk is het een goed teken natuurlijk. Ja, het is een beetje dubbel voor ons altijd. Ja, ja, ja.
Ja, we doen ons werk goed als het rustig is, maar ja. Dan hoef je juist niet, zullen we ze niet vinden, dat kan ook natuurlijk. Nee, we vinden ze. Ja, oké. Okay. Goed, ik ga niet te lang houden, denk ik. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Laat even een duimpje achter. En ja, zien we ze de volgende keer. Laat het.